Welkom bij de nieuwe binnen van Minecraft. Het is niet echt nieuw, maar het is wel binnen, dus laten we beginnen. Nou, het is wel nieuw toch? Voor de Xbox One. Het is inderdaad nieuw voor de Xbox One. En de PS4. Yes. Maar ja, we doen nu creative mode, want ja, survival is een beetje... We worden steeds doodgemaakt door zombies. Een beetje saai en het opslaan lukte niet. Zo, we doen nu dit. En ik dacht, laten we beginnen met iets leuks. Wat ik altijd deed vroeger. Laten we maar gaten maken. Gewoon een diep gat in de grond. En dan... Ja, we gaan... Oké. Kijken hoe diep we kunnen. Wel oppassen. Ik wil niet door de... Nee, een mijn. Een cave. Ja, dat is een cave. Die gaan we zo meteen zeker zien. Dan kan je kan je dan ook echt oneindig door naar beneden of niet? Nee, want als ik hier nu nog verder ga, dan val ik door het level als het goed is. Nee, dat is wel sick. Dat zijn dan weer leuke dingen. Dit is TNT. Geen bacon en beans. Dus we hebben dadelijk gewoon... Duidelijkheid. Nu heb ik vuur nodig. Waar ga ik dat vandaan halen? Nee, wacht. Fuck vuur. We doen een redstone. Hier komt hij. Volgens mij vliegen we daar echt een paar honderd meter weg. Maar... Nee, wij niet. Wij vliegen omhoog, ja. Ah, wat lame. Het lijkt nou net een raket. Waar zijn de sound effects? Oh, shit. Nou, het ziet er in ieder geval wel bruut uit. Ja, toch? Ja, kijk, nu kunnen we in ieder geval een beetje goed verkennen. Ja, dan kunnen we in ieder geval... Kijk, hier hebben we gewoon diamant. Nice. Doen mensen een moord voor in Minecraft. Dat je daar gewoon normaal gewoon... Waarom zou ik het hakken? Ik zit in creative mode, dus... Heel erg lame. We hebben alles al. Oh, wat is het nut? Zou ik een XGN logo proberen te maken dan? Ja. Is dat een idee? Ja, dat is wel een vet idee, hè. Hoe zou ik hem maken? Rechtop of zou ik gewoon dit gat vullen met XGN? Ja, wat je wil. Ja, wat jij wil. Mij maakt niet uit. Nou, anders maken we gewoon eentje op het land en dan... Daarboven op die berg, net of het de Hollywood Hills zijn. Hier, daarboven op die, dat stuk wat uitsteekt. Oh. Trouwens, dit is mijn skin. Ik zie eruit als een wrestler. Dat is ook best wel cool. Vliegend mannetje. Waarom? Kan ik niet sneller? Als het goed is op de controls, als je het pookje twee keer naar voren doet, dan zou die moeten springen. Holy shit! Wat ben ik een noob. Dat heb ik dan wel weer uitgevonden. Ja. Ik wist het ook wel vroeger, maar... Zo'n lange tijd terug dat ik gespeeld heb. Oké, laten we beginnen. Maar Minecraft, jij hebt al eerder Minecraft gespeeld? Ja, vroeger. Online. Veel. Op de PC dan, ga ik vanuit? Yes, op de PC. Maar ik heb hem ook voor de Xbox. En het coole is, van deze versie en voor de Xbox versie, je kan local co-op. Ja, dat is wel heel tof. Dat hebben we nog niet eerder gezien. 4 player denk ik bij de Xbox 360 versie en 2 player bij de Xbox One. Maar dat weet ik niet zeker, want ik heb geen Xbox One thuis. Ja, even voor de mensen die... Die zich afvragen, wat is nou het verschil? Heb je al wat verschillen gezien in de game zelf? Het is minder groot volgens mij. Ik kan heel snel naar het einde komen. Oh, ik ben nu aan het falen, hoe kom ik naar beneden? Ja, de game is inderdaad minder groot. Als we het even vergelijken met de Xbox 360 versie en de PS3 versie... dan is de gamewereld 36 keer groter dan die versies. We zijn natuurlijk gewend van de PC-versie dat de werelden gewoon oneindig zijn. Je kan gewoon lekker door blijven lopen. En alles is random generated. Dat is hier niet het geval. Hoe groot wil je hem eigenlijk maken? Niet zo groot. Ja, wat je wil. Maak hem gewoon. Maak gewoon wat leuks. Nu faal ik. En voor de mensen die natuurlijk afvragen waarom is dat zo dat die game maar 36 keer zo groot is. Want ja, je verwacht op een next-gen console... dat het wel wat aan kan. En dat heeft niks met de console zelf te maken. Dat heeft met de limitaties van de save games te maken. Die mogen gewoon niet groter zijn dan een bepaald aantal MB. En daarom kunnen die werelden dus ook niet groter worden dan dat. Wat eigenlijk best wel jammer is, want als je dan kijkt naar de Pocket Edition van Minecraft op de iPad, voor iOS of voor Android natuurlijk, die hebben met een van de laatste updates hebben ze wel oneindige werelden gekregen. En dan zou je denken, ja, dat is best wel stom, want dan heb je het over zo'n klein apparaat met waarschijnlijk veel minder geheugen. Waar had je het over? Sorry, ik was niet op letten.
Nee, ik zat te vertellen dat je bijvoorbeeld voor iOS en Android met een van de laatste updates voor de Pocket Edition van Minecraft, dat je daar wel gewoon oneindige werelden hebt. En dat is toch eigenlijk stom als je zo'n klein apparaat in je handen hebt en je hebt gewoon zo'n brute next-gen console hier staan. Ja, inderdaad. Ja, dat is een beetje raar, maar... Maar ja, ze zullen waarschijnlijk niet voor één game de save game limitations aan gaan passen. Aha. G, oké. Okay. Ja, meer verschillen natuurlijk dat je geen mods en textures, skins enzovoort kan installeren. Ja, dat dus kan wel. Bij de next-gen console? Dit kan het, ja. Zou ik dat doen? Is dat iets wat je zou willen zien? Of? Ja, nou, dat is wel vet. Ik weet niet hoe het moet, maar ik ben bang dat ik dan alles kwijtraak. Zo. Volgens mij is de game voor de rest wel redelijk hetzelfde. Die controls, die controls zijn zo irritant. Ik faal zo hard. Nou, het is geen computer dit, hè? Nee. Oké. Team terug. G, ja, dat is een G toch? Ja, ja. X, G, ja, nu nog een N, maar ik heb gefaald, zie ik. Geen ruimte meer. En nu valt blaas gewoon het stuk van die berg af, joh. Ja, is dat niet? Dan heb je gewoon in één keer genoeg ruimte. Oké, okay, wacht. Met de hoop dat het X, G en leugen niet gelijk weg is. Ik hoop het niet. Maar ik had hem eigenlijk in de dinges moeten gooien. Oké. Hoe moet ik dit doen? Waar gaat hij heen? Dat is niet de bedoeling. Shit, ik faal. Oké, wacht. Ik maak... doe het zo. Kan ik nog bukken of zo? Nou, als het goed is, als je het rechte pookje indrukt... Ja, dat is niet nodig. Of was dat... Nee, volgens mij loop je dan wat langzamer dan normaal. Nou, kijk. Het werkt een beetje. Nou, wat is je eerste indruk? Ja, het is eigenlijk hetzelfde als de Xbox 360 versie, vind ik. Alleen dan 36 keer grotere werelden. Ja, en wat je net hebt opgenoemd. Ja. Ik weet niet meer wat het was allemaal. Maar... En het craft systeem natuurlijk. Oh ja, dat ja. Ja, ja, kijk. Het kan niet laten zien, want het is in creative mode. Ja, het craft systeem is in ieder geval anders. Het is makkelijker om items nu te maken. Hoe maak je dan? Of dat een goed ding is, dat weten we niet. Want er moet natuurlijk nog wel een beetje uitdaging in het spel zitten. Mm-hmm. Zit een N? Damn it! Als je net als bij die X, wat je bij die X gedaan hebt, gewoon schuin maakt. Ja, maar ik dacht, ik ga gewoon nu naar beneden, dan lijkt het misschien... Dan krijg je wel een gigantische N. Dat is de stijl. Dat is mijn creatieve stijl van vandaag. Kijk, dat is een N, toch? Ja, ja, ja. X-gen. Nu moet ik hem nog invullen. Kijk, op de PC is het normaal shift naar beneden. Nu moet ik dat pookje indrukken. Dat is anders. Dat is een andere koek. Ja. Maar denk je dat dit een aanrader is voor mensen die een nieuwe console hebben om te kopen? Ja, als je vrienden het hebben en je kan het online spelen of je hebt een broertje of zo die het graag wil spelen. En je wilt ook mee kunnen spelen gewoon makkelijk met twee controllers, ja. Ja, dat is wel vet. Het is wel een spel voor jou. Het is natuurlijk altijd leuk om gewoon koop te spelen op de bank met vrienden. Ja, zeker. En zeker dit. Ik vind het altijd leuker om gewoon op de bank met een paar gasten te spelen dan multiplayer. Dat is toch net even wat anders. Zeker. Het is wel jammer dat het net donker wordt. Ja, kunnen we net het leugen niet in de zon zien. Kan je hier geen bed neerzetten dat je de nacht even overslaat? Of is dat alleen in survival? Ja, dat kan vast wel. Oké. Nou, dit is het. Dit is het. Logo. Het is hartstikke mooi geworden. Het is de beste logo die ik gemaakt heb ooit. Want het is het enigste. Dit was de nieuwe binnen van Minecraft. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Ja. Wij vonden het in ieder geval erg leuk. En ik denk als je een next-gen console hebt, dan is het zeker iets voor jou.
heb je de PS3-versie of de Xbox 360-versie al, dan, ja, dan kan je gewoon gebruik maken van de upgrade deal. Kun je voor een paar euro gewoon upgraden naar de next-gen-versie. En heb je hem nog niet, dan is het gewoon heel tof om hem toch te kopen, want wij vinden hem heel erg leuk. Kijk, en ik ga met een knallend einde, wat niet zo spectaculair is, maar... Heel je werk weg, man. Ja, dat maakt niet uit.